Leerkrachten binnen het basisonderwijs worden versterkt in hun leesinstructies en meer. Vandaag vond de officiële lancering plaats van het professionaliseringsprogramma Leeskracht, wat staat voor Leerkrachten Educatief Enthousiast Samenwerken voor Krachtig Leesonderwijs in Suriname in het IGSR-gebouw van de Antonicom Universiteit. Directeur Stichting Centrum voor Nascholing in Suriname, CENASU, Heidi Lindveld, wees op de bijzondere meerwaarde van het project. Want het is heel belangrijk om te lezen. We moeten die leescultuur binnen ons onderwijs, binnen de samenleving, we moeten het gaan bevorderen. Ik zie heel weinig dat er nu voorgelezen wordt voor kinderen. En ik heb het zelf soms ook vaak. Ik heb een kleine van 8 jaar die vraagt me, mama, kan je mijn verhaaltje voorlezen? En ik zeg, nu ben ik een beetje te moe. En dat mag niet. Lindveld zegt dat ouders het lezen bij kinderen kunnen helpen bevorderen. Onderwijsminister Henry Ory zegt dat hij binnen het Caribisch gebied heeft gemerkt dat dezelfde problemen binnen het onderwijs spelen als in Suriname. Ook in Suriname zien we dus de problematiek enorm stijgen. En als het dus we niet iets gaan doen, dan gaan we dus heel veel problemen krijgen. En het is goed dat we dit initiatief zien van zoveel hier in Suriname. Heel veel NGO's zijn ook bezig met op hun eigen manier leesonderwijs te stimuleren. Laten we dat ook niet vergeten. In mijn vorige baan hebben we inderdaad vanuit het FLIR-project. Kirsten, welkom. Kirsten Schraaien hebben wij vanuit FLIR enorme ondersteuning gehad van de Belgische collega's uit Vlamingen. En we hebben ook dus daardoor in staat geweest de Research Unit Logopedie op te richten vanuit het FLIR-project. En ik ben blij te zien vandaag dat we de eerste vruchten kunnen oogsten. Ory erkent dat de problematiek van leesonderwijs heel groot is op de scholen en stelt dat er wetenschap gebruikt moet worden om het probleem te verhelpen.